Ik heb mezelf ook laten inspireren door... Ik wilde zeggen door de boot. Maar het is, ik heb dat ding eens goed bekeken. En het is een heel intrigerend ding. Maar ik was meer geïntrigeerd door wat er omheen lag. Dus vandaar dat het gedicht heet Boeien. Je pakt een bootje en je trekt het ding een trui aan met een print, waarna je rond het kunstobject een omslagdoek van licht verzint dat bijna heel de stad verbaast. En wat leg je er daarnaast om alles te verknoeien? Boeien. Het zinneprikkelende beeld van licht dat in de haven ligt, een baken dat een balsspel speelt van led en liefde en zich richt op vaarpassant en waterkant, is ongekend hallucinant, maar kwetsbaar. Dus wat doe je? Boeien. Wat doe je tegen het gevaar van Tilia's toeristentrip, van al die kano's bij elkaar, van opblaasboot en binnenschip, van fluister en van pakjesboot, of als een laveloze vloot studenten langs wil roeien? Boeien. Gele ballen, blauwe ballen in de kleuren van de stad, ballen die het beeld vergallen dat de kunst voor ogen had. Want liefde hoort met hart en ziel. Het licht is mooi, een deuk doet pijn, de liefde is verdomd fragiel, een liefdesboot moet kwetsbaar zijn. Vind ik dan, hè? Maar goed, ik zal me er na nu in geen geval nog verder mee bemoeien. Boeien. Volgende dichter, dames en heren. Ja. Ja, er was niks hermetisch aan.